Robin, de eerste training van het seizoen is een feit. Vielt mee of viel het tegen? Tegen. <laughs> nee, dat is altijd even wennen. Je weet, de eerste training is nooit, uh, is nooit denderend. Uh, maar het is in ieder geval wel leuk weer. Zeg maar. uh, weer gewoon een nieuwe een nieuw start, uh, nieuw stuff, nieuwe staf, uh, nieuwe jongens om je heen. Het ja, is altijd wel weer leuk, alleen uh, het viel toch wel tegen. <laughs> viel tegen conditioneel of uh, met de bal? Uh, beide. Nee, nee. ik, ik ben fit. en uh, De meeste jongens waren fit, hoor, dus daar, daar lag het niet aan. Alleen wat je zegt, je moet een beetje wat, wat wennen aan elkaar. En, en het veld en de bal weer. En uh, het is altijd weer uh, die opstarttraining is dat een beetje. Dus het niveau uh, moet, uh, moet gestaag omhoog gaan. Daar is gelukkig de voorbereiding voor. Kun je ons even meenemen, hoe ziet de vakantie van Robin Prupper eruit? Is dat uh, alleen op de strand of is dat uh, met een bal aan de voet constant? Uh, met de bal af en toe, maar dat is meer met mijn zoontje dan. Nee, Het is echt een gezinsvakantie. Ik heb, uh, dit keer ben ik lekker naar Italië gegaan. En in Toscana een beetje wat steden wat, wat en ja, de mooie omgeving verkend eigenlijk, samen met mijn gezin. En met de play-offs gaat de competitie wat langer door. Vervolgens de voorronde begint de competitie wat eerder. Heb je ook het gevoel gehad dat het zo'n korte vakantie is geweest of viel dat mee? Nee, het was wel kort. Uh, maar dat komt ook omdat ja, we die zondag de laatste wedstrijd waarin je dan wint. En dan heb je een klein feestje en uh, je, je hebt het hartstikke zin. En de volgende dag stap je het vliegtuig in om, uh, om op vakantie te gaan. Uh, en uh, tweeënhalve week later sta je hier alweer. Dus uh, ik, ik vond wel dat dat uh, voorbij vloog. Ja. Toch kan er heel veel veranderen in 2,5 uh, week. Een compleet andere staf. Nou, wat uh, jongens weg, wat jongens erbij. Hoe is het dan om uh, met een andere groep het veld op te stappen? Ja, leuk. Uh, wennen. Uh, je bent toch weer een beetje ja, opnieuw aan het, uh, elkaar aan het hervinden. Zeg maar. uh, ik vind het altijd wel een leuke dynamiek uh, binnen een binnen selectie. Uh, het hoeft niet al te vaak, natuurlijk. Want, uh, uh, dat is ook weer uh, zo wat, maar uh, ik vind het wel, uh, uh, ja, zo'n voorbereiding heeft, dat, heeft, heeft wel iets uh, daarin. Dat je t, ja, toch elkaar weer op een nieuwe manier leert kennen, uh, dat team weer moet vormen. En, uh, ik vind het altijd wel een leuke periode. Hoe gaan de komende weken uh, eruit zien? Uh, ja, hard werken. Uh, hard werken om, om dat team echt te smeden, uh, op, uh, ja, voor te beduren wat we afgelopen seizoen hebben bewerkstelligd. Uh, ja, da daarop op voor te bereiden en, uh, en uh, ja, klaar te stomen voor Amabilia. Dankjewel, succes. Ja, dank u.